Er zitten veel figuratieve elementen in mijn werk. Veel menselijke figuren, af en toe ook dieren. En ik vind het vooral interessant hoe dat in onze cultuur verbeeld wordt. In de vorm van paspoppen, banale sculptuurtjes, maar ook in de kunstgeschiedenis eigenlijk. En ook in een meer abstracte zin. Ik heb ook al werken gemaakt of projecten gedaan, om het zo te zeggen, waarbij dat ik zelf de mensen thuis in interieurs foto's ga nemen. Om die dan te gebruiken als vertrekpunt om alle aanwezige elementen dat ik in die kamers tegenkom, om die te verwerken in mijn sculpturen. En vaak zijn dat heel tactiele elementen, zoals vast tapijt of behang, pelsjes, zetelstoffen, maar ook heel gladde oppervlakken, die dat ik dan transformeer in mijn werk. Het is niet dat ik echt een vast traject of proces afleg om tot een sculptuur te komen. Ik heb sowieso een soort catalogus in mijn hoofd met allerlei sculpturale vormen. En zelfs fysieke objecten die ik ook verzamel vanuit mijn familie of rommelmarkt of dergelijke. En vanuit eigenlijk die herinnering aan die objecten of de objecten zelf of de foto's, creëer ik eigenlijk in mijn hoofd vaak composities of hoe dat je dat ook wil noemen, die dat ik dan intuïtief of soms impulsief op papier zet. Die schetsen zijn louter notities voor mezelf. En dat kan dan in een tweede stap vertaald worden naar een soort maquette. En dat kan een object zijn dat deel gaat uitmaken van een werk. Maar dat kan ook een object zijn dat ik nadien napoetseer of een mal opmaak. Of iets dat als sokkel kan dienen. Dan denk ik specifiek bij brons. Omdat ondertussen is die vormgeving wel voor mezelf interessant genoeg geworden van die beelden. Om toch dat experiment aan te gaan om dat in brons te gieten. En dan denk ik dat die kleur voor mij belangrijk is om die historische beladenheid van dat brons eigenlijk, om dat wat te ontkrachten en te relativeren en ook een soort luchtigheid aan dat werk te geven. Dus van daaruit dat ik ook graag mijn werk op een soort tafel of iets plaats, waardoor hij het niet gaat verheffen, of hoe hij het ook mag noemen, tot kunst. Bij de meeste werken is dat een soort controle. En omdat ik dat ook als een geheel zie, dat niet is dat die sokkel minder waardig is dan het werk. Allee, voor mij is er dus eigenlijk ook gewoon geen sokkel. Dus dat is gewoon ook een deel van het werk. En ik vind het ook interessant dat je dat op eenzelfde manier ook ergens kan plaatsen, gelijk dat je een tafel of een kast of een bank plaatst. En op die manier dezelfde status in de eerste instantie meegeeft en ook een soort verwarring. Ik hou van verstrooiing in mijn werk. Als iets wat uit balans geraakt of iets krijgt te veel aandacht in mijn werk. Als ik merk dat een werk te humoristisch wordt of te mysterieus wordt of te beladen wordt, dan zet ik er graag iets tegenover. En zo is dat vaak ook met dat erotische. Dus als het werk te schattig wordt of te plusjig wordt, vind ik dat heel interessant om dat te ontkrachten door dat erotische er tegenover te zetten, zonder expliciet te zijn, want dat vind ik ook niet zo'n interessante piste eigenlijk. Die absurditeit van die dingen, want dat is wel iets dat voor mij belangrijk is. Zo, dat je eigenlijk met je werk probeert de vreemdheid van bepaalde dingen onder de aandacht te brengen. Of dingen die we over het hoofd zien of niet waakzaam over zijn, dat je dat terug onder de aandacht brengt. En ik denk dat dat ook is, gelijk met etalagepoppen of andere dingen, dat er ook een, waarom doe je dat? Waarom? Wat is het nut van zoiets? En dat soort rituelen, dat je dat eigenlijk terug op een andere manier onder de aandacht brengt. En de mufheid van de dingen ook natuurlijk, hè.